Hallo, goedenavond. Het is zaterdag 20:20 en het is de eerste dag van de vakantie. Zo. En ik heb vandaag gewoon, ben gewoon binnengebleven. Maar ik heb hier thuis van alles gedaan. Dingen online bekeken om te doen als ik ga verhuizen. Gestreken. Mijn wasmachine ingestoken. En online gezocht voor een nieuw. Want mijn wasmachine is eigenlijk kapot. Ik weet niet meer hoe dat hoort. Dus ik heb er was moeten uithalen die gewoon nog kletternat was. Heel mijn badkamer kunnen opdweilen. Heel patent. Dus ik heb online gezocht, maar ik denk dat ik ook maandag gewoon naar de winkel ga om daar eens te kijken. En dan kan ik ook ineens wat informatie vragen en zo. En ik ben nu naar tv aan het kijken. London Zoo in de coronatijd. We kunnen eindelijk terug naar de zoo. Dus volgende week zal ik er eens naartoe gaan. Ik moet wel mijn abonnement vernieuwen, maar dat is oké. En dan update van de Billy. Ik heb hem nu 2 maanden, denk ik. Ongeveer. Ja, want van half december, dus ik heb nu 2 maanden. Het is half februari, bijna. En hij komt al naar mij. Hij komt al op mijn schoot liggen in de zetel. En dan kan ik hem zo wel wat aaien. Maar nog niet op overal of zo. Als ik aan zijn buik kom of zo, dan is hij weg. Hij schrikt ook nog heel snel. Als hij op mijn schoot ligt en ik beweeg, dan is hij ook direct weg en zo. Dus dat is nog altijd wel dat. Ik kan hem nog niet pakken. Dus er is nog wel wat werk. Maar ik merk toch elke dag een beetje verbetering. Het is leuk om zo terug een levend wezen in huis te hebben waar je toch een beetje contact mee kunt hebben. Good morning. Daar is de kitty. Morning, happy Valentine's Day to me. Al weet ik ben die een boyfriend heb, als een Billy.